Vandaag hebben we een interview met Ronald Helder van het Zwanenhof. En die ook, waar ook Oekraïense mensen verblijven. En waar veel aan de hand is in het wijk, in het Zwanenhof. En we gaan daar wat vragen over stellen. En dat doen we samen met Jan Stoop en Jaap Besteman. Ronald, hartelijk welkom. Dat je er bent. Ja, het Zwanenhof, dat is al een, je bent hier een keer eer geweest toen die mensen pas waren. Klopt. Ja, er heeft zich, er gebeurt veel. Ik ben zelf wel eens geweest dat er een prachtige avond was met de Oekraïners. En dat is echt een belevenis als je dat met die mensen meemaakt. Maar ondertussen, ben ik benieuwd, en Jan ook waarschijnlijk, van hoe gaat het met die mensen en wat gebeurt er en wat maak je mee en hoe ziet het er een beetje uit naar de toekomst toe? Zullen we beginnen bij hoe is het op dit moment in het Zwanenhof? Ja, op zich, naar omstandigheden, is het goed. Maar dat is ook natuurlijk de dubbelheid van het woord goed. Ja. In hoeverre kan het goed gaan? En die omstandigheden? Ja, die omstandigheden zijn natuurlijk ook nog weer na de bewuste maandag in oktober, toen er ook weer nieuwe raketten in Kiev vielen, is de situatie toch nog wel weer voor een aantal mensen die bij ons wonen veranderd. Ja. Hè? Er was toch wel ook bij bepaalde bewoners bij ons het uitzicht in de zomer van nou, misschien gaan we in september, uiterlijk oktober, wel terug, omdat er relatief gezien in Kiev toch wat minder zware oorlogsomstandigheden waren dan in andere regio's van Oekraïne. Nou, dat is natuurlijk wel een andere werkelijkheid geworden, helaas. Maar wat ik heel knap vind aan de mensen is dat was echt een verschrikkelijke maandag. Ik denk vanaf het moment 17 maart dat ze voor het eerst bij ons kwamen, was dat de meest verschrikkelijke dag van het hele jaar voor het verblijf in Zwanenhof. Ah, okay. En toen, dat heeft iedereen wel, zeg maar, gevoeld. Maar de dag erna, de dinsdagochtend daarna, dacht ik van, ja, waar halen jullie de kracht vandaan om hier nu... Ja, dat vraagt iedereen zich af. Ja, waar halen ze in godsnaam de kracht vandaan om, de moed op te brengen om zo positief te blijven eigenlijk? Ja, ja. Ze zijn echt heel sterk. Ja. Ja. Ik kijk daar met iedere dag, met respect. Ik vind dat ongelooflijk knap als je dat op die manier kunt. Het zijn vaak ook gezinnen, Ronald. Ja, vooral gezinnen? Vrouwen en kinderen. We hebben een enkele man, maar dat is dan wel zeg maar een door bijvoorbeeld leeftijd of door een medisch probleem. Ja. Want de mannen zijn allemaal in Oekraïne. En hebben ze goed contact? Kunnen ze evengoed wel het contact onderhouden met... Proberen ze zoveel mogelijk, hè? Met de digitale hulpmiddelen. Ja. Probeert men wel... contact te houden. Maar ja, dat zeg ik, na omstandigheden, goed. Ze doen heel veel. Dus wij zelf na verwezen zo'n avond, er is een koor opgezet. Ja. Dat koor, dat treedt ondertussen ook buiten Zwanenhof op. Is op nationale tv bij de KRO-NCRV geweest. Met Pasen al. Ik weet dat ze nog steeds worden gevolgd. Ze gaan ondertussen ook de provinciegrens over. En dat is ook heel mooi. Ja. En dat is een koor van zowel kinderen tot aan volwassenen. Ja. Dat is prachtig. Ja. En past ook mooi bij waar Zwanenhof vanuit verleden en heden stond staat. Ja. Ronald, hoe groei je daarin? Jij en je medewerkers. Ik neem aan dat je dit niet elke dag in het verleden meegemaakt hebt. Nooit. Nooit. Nee. Wie wel, overigens. Nee. Kijk, hoe groeien we erin als gezin? We wonen ernaast, hè? Dus sinds 21 april wonen we in Zenderen, naast Zwanenhof.
Je bent ook gewoon buurman. Ik ben ook gewoon de buurman van, ja, van de Zwaanhof. Mm. Dat is een hele natuurlijke manier om erin te groeien. Ja. En verder vanaf het begin af aan tot aan nu zijn wij als team eigenlijk gewoon één geworden met ook de Oekraïense. Dus jouw eigen gezinnetje geld telt ook mee op de een of andere manier. Hoe dan klopt. Ook. Ja. Ja. En ik denk ook dat het tussen haakjes mooie ervan is. Het is echt een community. Het is zeg maar een klein dorp binnen de totale gemeenschap. Ja. Alle mensen eromheen. Zwaanhof heeft vanuit het verleden al een groot vrijwilligersnetwerk. En dat is er nog steeds. Mm-hmm. En dan nog zeg maar het totale vrijwilligersnetwerk wat om Oekraïense mensen heen is gaan staan. Mm. Ja, zie je ook dat de Bornse bevolking dat die geïnteresseerd blijft en komt of er zijn natuurlijk altijd vragen naar goederen of naar gebeurt dat ook? Alleen maar. Alleen echt. Maar. Ja, ik weet dat we in het begin van de oorlog wel gewaarschuwd zijn, ook door de regering op den duur, dan zal het allemaal wat minder worden. Ja. Daar merk ik niks van. Nee, en dus ik kan dat niet zeggen natuurlijk over het hele land heen, maar voor Zwaanhof geldt. Ik was er van de week even en toen stonden de grote tassen voor de deur, zomaar neergezet. Ja. En dan weet je van, wordt aan ze gedacht. Klopt. En er worden spullen gebracht. Ja, en dat is echt iedere dag. En dat kan iedere dag wat anders zijn. Ja, dat gaat van fietsen tot aan luiers, van aan voedsel tot aan computers. Ja. Dat is. En ook aandacht en er zijn buddies. Ja. Er zijn buddyavonden. Mm-hmm. Iedere Oekraïner heeft een Nederlandse buddy. Ja, er gebeurt ongelooflijk veel. Mooi. Zowel binnen Zwaanhof als erbuiten. Zie je ook mensen teruggaan naar Oekraïne? En dat het tegenvalt en dan weer hier naartoe komen? Dat laatste heb ik nog niet meegemaakt. Ja. Wel meegemaakt dat er waren een paar die teruggegaan zijn. Dan wel moesten. Oh, vanwege het werk. Dat is ook heftig. Ja. Ja, het ligt allemaal in de heftige sfeer natuurlijk. Klopt. Ja. Maar je hebt wel genoeg ondersteuning vanuit Borne en de gemeente om dit vol te houden. Ja, absoluut. Nou, dat is wel fijn. Zowel van de bewoning als vanuit de gemeente. Dus we doen dat nu samen met elkaar. Ja. Want jij, Maria Mediatrix, complex aan de andere kant van de weg. Hebben jullie meer mensen dan Mediatrix? Nee, wij hebben 90. Maria Mediatrix heeft meer. Oké. Ja. Ja. Maar er is een goede samenwerking. Enorm. Ja, dat is ook wel fijn natuurlijk. Ja. Ja. De gemeente heeft Dirk Stad gevraagd, zeg maar, om de overal coördinatie te doen vanuit de gemeente. Die samenwerking verloopt ongelooflijk fijn. En dat helpt natuurlijk ook, want je hebt ook wel met de officiële dingen te maken, zoals naar school gaan bijvoorbeeld. Ja. En allerlei andere voorzieningen. Zoals de buurtbus bijvoorbeeld ook. We zijn ook een halte geworden van de buurtbus. Mm. Dat moet allemaal wel gefaciliteerd kunnen worden. Ja. Dat is fijn. Waar gaan de kinderen naar school dan? Waar? Hengelo en Almelo. Dus, okay. Het Erasmus en de Horizon. Ja. Ja. Niet in Borne? Nee. Nee. Is daar een speciale reden voor? Nee, dat moest allemaal met spoed opgezet worden. En op scholen, daar zit ook al een enorme druk op. Mm. Dus hoe kun je dat ook maar even vorm gaan geven? Met alleen al vanuit wat wij met elkaar doen, komen er zo'n 40, 50 kinderen op het onderwijs erbij. En dat is afgesproken om dat met Horizon en met Erasmus te doen. Ja. En dat is wel een opgave hoor, voor die scholen. Ja. Wat merk jij overigens, in goede zin en misschien moeilijke zin, van autoriteiten, regering, provincie, gemeente, ook medewerking of niet, of
Het gaat allemaal moeizaam. Of het is allemaal maar overleggen. En er gebeurt... Dat laatste heb ik gelukkig niet. Nee. Nee. Ik heb met de gemeente Borne te maken. Dus niks met de landelijke politiek, zeg maar. Dus ik heb er goede afspraken over met de gemeente Borne. Ja. Ja, en dat gaat... dat gaat nu prima. Ja. Dus dat is fijn. En ja. Regulier stem ik af met Dirk, zoals gezegd. Want ja, dat is de dagelijkse operatie. Eén keer in het kwartaal zit ik ook nog samen met de gemeentesecretaris. Ja. Nou, en zo heel af en toe krijgen we onverwacht leuk bezoek van de burgemeester. Dus, ja, hartstikke goed. Dus dat gaat, nee, dat gaat prima. Ja. En kun je evengoed, heb je evengoed nog tijd en ruimte om aan je eigen plannen te ontwikkelen? Of? Gelukkig wel. Oké. Okay. Ja, en sterker nog, wat ik steeds heb gezegd, wat ik graag wil bij Zwanenhof, is dat we het gaan inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. Mm-hmm. Onmiskenbaar. Ja. De mensen waar we het over hebben, dat zijn ook mensen in een kwetsbare positie. Maar daarnaast wil ik natuurlijk wel, hopelijk is die oorlog ook snel voorbij en kunnen mensen veilig terug. Hmm. Ja, en dan moet ik niet met een lege Zwanenhof achterblijven. Nee, dus ook nu zijn wij gewoon aan de slag met een plek creëren voor mensen in een kwetsbare positie. Ja, zijn er nou specifieke dingen waarvan je zegt van in deze situatie, hey, daar hebben we nooit aan gedacht of zo van... Kunnen we dat wel aan? En hoe pakken we dat aan? En wie hebben we nodig en wie hebben we niet nodig? En waar zit tegenwerking? Waar zit... ik durf het bijna niet te zeggen. Wat ik gisteravond hoorde, viel ik per ongeluk in een politiek programma. Toen zag ik die PVV'er aan het woord. Nou, ik ben weggelopen. Dat was zo misselijkmakend. Mm-hmm. Verschrikkelijk. Hè? Het kwam er eigenlijk op neer. Ik zal het in nette woorden zeggen van, ja, nou ja, goed, ze zitten daar en ze komen maar weer en ze krijgen huizen en ze krijgen dit. Hè, en dat wordt dan afgezet tegen mensen, Nederlanders, die bepaalde dingen niet krijgen. Nou, het was werkelijk verschrikkelijk om te horen. Maar dat soort incidenten, daar kun je natuurlijk ook mee te maken krijgen. Hè. Zij worden maar mooi opgevangen en enzovoorts, enzovoorts. Ik heb er gelukkig nog niet mee te maken. Nee. En ik mag ook hopen dat dat zo blijft. Dus dat klop ik dan ook maar direct af. Maar daar heb ik gelukkig niet mee te maken. Wat je vroeg in het begin over... Levert dit ook weer kansen op of dingen waarvan je denkt van... Hé, maar dat we dit aankunnen, dat hebben we nu wel gedaan. Kijk, we hebben we doen activiteiten waarvan ik echt denk van oké, dat we dat binnen een jaar weer mogelijk hebben kunnen maken in de Zwanenhof. Ja. Die veel verder gaan dan dat er Oekraïense problematiek is. Dat is alleen maar gelukt omdat we dat nu gewoon gedaan hebben. Ja. Maar jullie wilden echt het verschil maken en dat vind ik wel heel fascinerend. Om in die gezondheidszorg vooral de patiënt en de mens centraal te stellen. Nou, niet eens de patiënt, maar vooral de mens. Ja, klopt. En dat is wel, daar heeft iedereen het over dat dat moet. Ja. Maar het is dan prachtig dat het ergens gebeurt. Ja. Dat je, want in het ziekenhuis willen ze dat ook en ze willen dat overal wel. Maar hoe doe je dat? Mm-hmm. En hoe ga je organiseren en hoe kom je dan uit? Ja, maar ik kreeg vorige week onbedoeld het mooiste compliment van iemand die we in Zwanenhof nu bij de receptie ook in dienst hebben. En die zei tegen iemand anders uit mijn netwerk van... Ik kwam hier anderhalf jaar geleden binnen met een stok. En moet je kijken waar ik nu sta. Ik ben weer volwaardig aan het werk. En ik doe er weer toe. Mm-hmm. En dat raakt mij het meest. Mm-hmm. Kijk, en... daarom zei ik ook volmondig ja op dat we ook bezig zijn om dat zorgconcept, wat we hebben, gewoon tussen haakjes neer te zetten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het mooiste compliment wat je kunt krijgen, want dat is wat we willen. We willen dat je weer als mens wordt gezien en dat we uitgaan van wat je wel kan en niet van wat je niet kan. Nou, en
als dat dan zeg maar oplevert dat iemand weer structureel iedere dag naar zijn werk kan gaan. Mm-hmm. En 4-5 uur zinvol werk doet. En het tot toe doet. En daar zelf ook het gevoel bij heeft van, moest kijken wat ik weer kan. Ja. Nou, dat doet me echt goed. Nou, het is mooi om daar een plek voor te kunnen bieden. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat Zwanenhof heel veel van die plekken kan bieden. Zowel binnen als buiten. Ja, en ook dat maakt dit wel mogelijk. Ja. Ja. Fijn om hiermee af te sluiten. Dat we ergens mooi een plek hebben waar een aantal dingen gebeuren. Waar de mens gewoon centraal staat. Ja. Laten we dat blijven doen. Dank je wel. Dank jullie wel. Sluit het goed bij jou. En succes verder. Dank je wel. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op borneinbeeld.nl.